PSV Groningen, de finale om de Koninklijke Nederlandse Voetbalbeker. Eddy Poelman is uw commentator bij de wedstrijd. Veel plezier. Op 25 mei 1989 speelde FC Groningen de eerste en tot nu toe enige bekerfinale. De wedstrijd werd gespeeld in de Kuip voor maar 10.000 toeschouwers. Tegenstander was de kampioen van dat seizoen, PSV. Jules Elleman voor PSV. Vanenburg. En het doelpunt van Romario. Romario in één beweging weer los van Boekweg. De paas op Elleman. Elleman, maakt hij het af? Jawel. Koeman is mee. Hoekschop omdat de bal het laatst beroerd werd door Ten Kaat. Tukker rekening op een strakke hoekschop. Want Koeman staat erachter. En Elleman komt raak. Tukker rekende dus niet genoeg. Onderik Rink. Komt een hele tijd weer onderik Rink. En Meijer die naar raak schiet. Toch nog. Hoekschop Vanenburg. Kieft. Vieren. 1. Henny Meijer. Jammer voor jullie, helaas. Je maakt toch nog een prachtig doelpunt, vlak voor tijd. Het zat er niet in voor jullie vandaag. Nee, zeker niet. Als je nagaat dat je toch in de eerste 4 minuten al een goal tegen krijgt. Terwijl we hadden gehoopt dat we toch in de eerste helft, dus met de rust, met een 0-0 stand naar binnen zouden gaan. En dan snel toch op 1-0 achterkomen. Dan krijg je het moeilijk, ja.